Beste mensen, van harte welkom bij Kijken naar het Binnenhof in de Haagse Kunstkin. We hebben vandaag een bijzondere bijeenkomst met twee vakmensen die het Binnenhof op een heel andere manier bekijken dan de meeste van ons als krantenlezer of televisiekijkers. Hans Kouwenhoven, zijn foto's hangen hier, kent het Binnenhof al vanaf 1970. En heeft daar alles en iedereen gezien en gefotografeerd. En Bart Maat is een jonge collega van. En zij kan in gesprek over de politieke fotografie. Reageer nogal, stel vragen. Heel graag. Een fijne middag. Ja, we gaan meteen, laten we meteen met de deur in huis vallen, Hans. Want daar hier, wat zien wij hier? Oh. Dat is geen foto van mij, hoor. Ik ben wel oud, maar niet zo oud. Het is dan, Nou, het leuke hiervan is, kijk, je ziet daaronder ook die fotografen staan. Dat zijn de oude Barts en Drees met de NOS-camera op het Binnenhof. En ik vond het een leuke foto, die vond ik omdat ik ooit op die foto daar rechtsboven een soortgelijke situatie heb met Rutte en Wouter Bos en John Leerdam daarachter. In de moderne tijd. Maar ook dit is zeker 10 jaar geleden, misschien wel tijdens verkiezingen en uitslag. Precies weten doe ik het niet. Toen was Rutte al premier, of nog net niet? Nee, nog niet. Dat is het langer geleden. Ja, dat is langer geleden. Ja, nee, dan is het wel langer. Je kan het ook zien hoor, aan Rutte. Die ziet er nog fris en fruitig uit. Nee, dat is niet meer. Hij ziet er nog jong uit. Hij ziet er daar nog jong uit. Het is dan. Nou, dit heeft hij ook niet meegemaakt. Ik denk dat dit ergens. Ja. Wanneer was de race? Begin jaren 50? Koen, weet jij het nog? Die is begonnen in 45 en gestopt in 58. Nou ja, dan zal het begin jaren 50 geweest zijn. Ja. We hebben een heel goed idee. Als je dan kijkt naar wat voor camera's die collega's hebben, komt dat jou wel bekend voor? Ja, zo'n Rolleiflex en zo'n lijfcamera met het filmpje ontwikkelen en dat soort zaken, dat komt mij wel bekend voor. Als je dat vergelijkt met hoe dat nu gaat. Ik maakte in de tijd foto's voor ochtendkranten. Ja. En dan had je de hele dag de tijd, want de deadline die was 's avonds om 9 uur, 10 uur, afhankelijk van de nieuwsfoto die je maakte. Dus je had de hele dag de tijd om te fotograferen. En wat voor camera had je dan bij je? Een Leica. Een Leica. Ja, ja. Met een filmpje erin. Ja, precies. Ja, nee, ja, uiteraard. Ja. En dan had je de hele dag de tijd om dus te fotograferen. En dan maakte je afdrukken. En die bracht je dan naar het station, want maakte jij dat zelf, die afdrukken? Ja, ja. Of kon je dat filmpje ergens afleveren en dan ben ik voor je gedaan? Nee, dat deed je zelf? Dat deed ik zelf. Zelf het filmpje ontwikkelen, zelf de afdrukjes maken in de envelop, onderschriftje maken en dan naar het station. Ja. Want daar gaf je de envelop met ik niet hoorbaar. Ja, ja. Dan gaf ik de envelop met de foto's geadresseerd aan de krant. Aan de conducteur met de trein naar Amsterdam. En aan de andere kant van Toron met de conducteur met de trein richting Rotterdam. En dan gingen je foto's met de treinbrief naar het en die werden dan opgehaald in Amsterdam door iemand van de krant? Er stond iemand klaar? Ja, daar stond iemand klaar. Die haalde de foto's op en die ging dan naar de krant. En daar werden de foto's dan gebruikt. Dat zag je pas de volgende dag, of de foto gebruikt was? Ja, 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 ja. Je had maar één deadline, dat was 's avonds laat. En hoe laat was die deadline dan? Want dan was jij de hele dag aan het werk en dan was je aan het fotograferen. En dan kon je dan tot een uur, 4, 5, 6? Oh, tot 6 uur. 6 uur kon je dan blijven. Maar alles wat daarna gebeurde, dat was dan, dat sloeg je over? Of hoe nou, dat was voor de dag daarna. Ja, dat was voor de dag daarna, ja, precies. Ja. Dat kon niet anders. Nee. Het is de deadline iedere minuut van de dag. Het is dan, Nou ja, ik zit te denken inderdaad dat sinds een aantal jaar heeft elke krant of elke nieuws de app heeft een live blog. En in die live blog, ja, dat kan het de hele dag door veranderen, zeg maar. Dus je wil de hele dag door foto's hebben. En ja, om wat moderne verhaal voor mij te vertellen. Als ik fotografeer, en dat is een belangrijke dag. Er is een belangrijke deadline. Wij deden dat bijvoorbeeld bij de coronapersconferenties. Die waren met het einde van de dag om 7 uur. Nou, die kranten die willen dan wel foto's hebben. Ik werk voor het ANP.
En wat wij doen is, bij dat soort belangrijke momenten, dan sturen we die beelden vanuit onze camera naar een FTP-server. En dan zit er iemand thuis, die ziet dat heel snel dat we werken, al die beelden. En die zet dat meteen online. En die maakt ook het onderschrift. Dat wordt er automatisch bij gezet. En dus op het moment dat ik zeg maar, de jongen en Rutte daar stond te fotograferen, en dat doen we nog steeds bij andere debatten en belangrijke momenten, dan druk ik op een knop en dan... Ja, een minuut later staan die beelden al online en dan zijn zij nog aan het praten. En dan staan ze ondertussen ook op de live blogs en op alle nieuws-apps, zeg maar. Oh, dan zien die Kamerleden in de Tweede Kamer op Twitter al de foto's terug die jij een minuut daarvoor hebt gemaakt. Oh, dat kan ook wel eens gebeuren, zeker, ja. Ja, ja. Dat is een andere tijd. Ja, ja, zeker. Ja. Daar ga ik met mijn filmpjes. Het is dan, Nee, dat klopt. Dus het is heel vaak als er een persconferentie begint of er is iets van een belangrijk nieuws gebeurd. Dan is het ANP doet dat bijvoorbeeld ook bij Formule 1 wedstrijden of bij voetbal. Mijn collega Koen die zat afgelopen weken in Qatar. En daar gebeurt precies hetzelfde. Dus hij zit langs de lijn en dat gaat allemaal gaat het vanzelf. Dus bij een doelpunt is die foto gelijk al gemaakt? Die staat een paar minuten later staat die online inderdaad. En dan zie je ook al meteen op je NMS-app dat doelpunt in beeld. Ja. Dus als ik zo'n moderne horloge heb, zo'n iPhone, en dan komt die app op een horloge... En... Ik weet niet of je zo'n doelpunt op je horloge kan zien, maar als jij dat wil, dan kan het wel zien. Ja, ik zocht naar mogelijkheden. Ja. Hey, maar wat zijn nou nog andere verschillen? Want ik bedoel... Natuurlijk is de techniek is veranderd, maar is ook de manier waarop fotografen werken, hoe de vrijheid bijvoorbeeld die een fotograaf heeft op Binnenhof, is daar iets aan veranderd? Ja, daar is wel wat aan veranderd. Ik weet, de eerste dagen dat ik in 1970 begon op het Binnenhof, parkeerde ik mijn auto op het Binnenhof. Ja. Dat was heel normaal. Dat was een parkeerplaats. Ja, en je ging dan naar binnen waar je daar in de hoek ziet, bij die foto waar Rutte staat te praten. Daar in de hoek, dat is 1A. 1A, ja. Nou ja, daar ging je naar binnen. En je liep naar boven de trap op, linksaf nog een trapje op en je loopt zo de plenaire zaal. Enige vorm van beveiliging stond je daar in de zaal? Nee, absoluut niet. Dat kwam wel toen er een keer een demonstrant op het spreekgestoelte kwam. Ja. Die kwam binnenwandelen en die stond ineens op de tafels bij de stenografen. En die dachten we later maar eens iets... Laten we daar eens iets aan doen. Ja. Ja. En toen is er een bode gekomen die aan iedereen vroeg, wat komt u doen? Maar dan zei je, kom foto's maken. Ja, dan kon je weer... Nee, er is wel iets meer beveiliging gekomen toen. En dat is langzaam gegroeid. En wanneer was dat ongeveer? Weet je dat nog? Die demonstrant daar naar boven ging? Ja, dat er echt iets van beveiliging kwam. Nou, ik denk dat dat al begin jaren 90 kwam. Misschien wel eerder nog. Koen? Hoeveel zeg ik ook? Ik denk rond 85, 86. Ja, dan kwam er meer beveiliging. En dan kwamen er ook die pasjes. Dat waren die dikke houten kaartjes. Dus dan, en daar kon je mee, die kon je nog halen. En dan kon je er wel onder binnen. Dan werd je gecontroleerd. Even laten zien. Ja, en dan kon je weer doorlopen. Dus dan, en daarna zijn pas die sluizen gekomen en glazen en meer beveiligd. Als ik de Tweede Kamer ingaat, dan heb ik een pasje nodig. Maar dan is er ook een camera die op mij gericht is, die mijn gezicht moet herkennen. Dan wordt een soort biometrische foto gemaakt. En dan van tevoren, en dus die weet hoe ik eruit zie. En dan kom je alleen maar, dus het is niet zo dat je iemand pasje kan lenen en dan er doorheen kan. Nee, je moet echt... Ja. Met je snuffert op die camera staan. Ja, dat is wel even anders. Het is dat is wel anders, ja. Ja. Nee. Mag ik iets vragen? Ja. Is dat ook zo in het nieuwe gebouw? Is dat één op één over? Nee, dat is juist meer geworden in dat nieuwe gebouw. Want ze hebben daar een stapje bij gezet, zeg maar. Ja. Dus ik denk dat het in het oude gebouw een beetje verouderde spullen waren. Dus nee, dat is dat was wel veranderd. Vandaar die renovatie. Ja, ik denk dat dat de reden is. Dat is de reden voor de renovatie. Maar over het fotograferen zelf gesproken, dan vroeg je ook of dat anders is geworden. Ja, dat is wel iets anders geworden. Je had een paar collega's en daar deed je het mee. Ja. Als ik dat jullie soms nu zag staan op het Binnenhof met een man of 30, 40. Ja, dat is alleen echt bij bijvoorbeeld Prinsjesdag of zo. Dan is het echt heel erg druk. Ja. Maar in de tijd dat jij daar begon, misschien... Wat later had elke krant zijn eigen fotograaf. Ja, maar die stuurden ze niet altijd op pad. Nee. We hadden een fotobureau, dat heette Fotobureau Stokvis.
Wij fotografeerden dan voor de landelijke dagbladen. En de groot nieuws, naderhand kwam Bert Verhoef of Vincent Pensel. Ja. Die kwamen er wel. En langzaam kwamen natuurlijk de eigen fotografen er ook bij. Het is dan, dat was iets later. Dat was nog later dat ze de kranten en eigen fotografen stuurden. Ja. Want Bert Verhoef werkte nog voor een persbureau aan de EVO. Dus een soortgelijke situaties had je. Het is dan, en dan ging ik op pad wel eens. Dan was er een campagne met de Nijl. Ja, misschien kunnen we even bergen. Oh ja, ik heb hier... Dat is Herman. Ja. Ja, maar dat, geen pers. Nee, daar staat helemaal niemand. Nee, dat is toch wel anders dan dit inderdaad. Het is wel hetzelfde plein natuurlijk. Ja. Nee, ik ging met de PvdA gingen we de Schilderswijk in met de Nijl. Die komt er straks ook aan. Oh, ja, nee, die gaan we zien straks. Dan hou ik mijn mond nog even. Ja. Zo wilde ik het niet tegen je zeggen, maar... Ja, dit is informateur Jay Willink. Ja. En dat was bij de vorige verkiezing, bij de vorige formatie. Dus niet deze hele lange formatie. Daar was hij natuurlijk ook actief. Daar heb ik hem ook geprobeerd op de fiets. De fotografie is ook gelukt, want hij fietst nog steeds. En hier was hij eigenlijk klaar met zijn klus. En toen ging hij voor de laatste keer de deur uit. En ik heb hier wel een tijdje op staan wachten, want het regende. En ik dacht, hij gaat er niet fietsen. Maar ik dacht, het leek me nog wel een mooi beeld als hij er nog voor de laatste keer weg fietst. Ja. En toen dacht ik, ja, die man, die zien we niet meer terug hier, weet je wel. Dat is zo'n legende. Zo. En de volgende verkiezing was hij er weer. En nu durf ik het niet meer te zeggen. Want... Ja. Over 4 jaar staat hij er weer. Vier jaar. Misschien wel. Ik ben optimistisch. Ja, we blijven even met de binnenhof hier. Ja, dit is de eerste elektrische tandem. Remkes en Pronk. Omdat Jan Pronk hier gisteren was. Ik had hem die fotograaf laten zien. Met de accu's erachter nog. Het is dan... Ik weet niet wat erin zit, maar... Die fietst ook over het wiel. Je ziet wel dat het achterwiel dat had, want de achterband had iets een beetje opgepompt moeten worden. Ja, ze doen het ook heel serieus. Nee, ze kijken er ook heel serieus naar. Het lijkt wel een krat, hè? Maar er staat wel energie op, dus wat het nou is, weet ik niet. Laten we een beetje verder kijken en dan doet hij iets. Is er een laptop? Je moet hem richten waarschijnlijk. Ah, kijk. Ja. Die zat er. Dat is hetzelfde plein. Dit is vorig jaar de verkiezingsdag. Het stembureau. Het stembureau inderdaad. Ja, je ziet al wat hier en daar wat auto's en busjes staan voor die renovatie. En er gebeurt hier en daar al het een en ander, maar hier staan mensen in de rij op 1,5 meter, want dat was om te stemmen. Dat is wel een aparte tegenhanger. Hier kwam er een hoop opkomst, want ik heb wel eens een stembureau gefotografeerd waar je niemand ziet. Oh ja, dat klopt inderdaad. Maar dat was je waarschijnlijk heel vroeg genoeg. Het was slecht weer, het regende. Ja, ja. Is dan, ja, toen was het aan die kant inderdaad. Ze hebben dat in de Eerste Kamer gedaan en daar kwamen ook mensen op af. En ik ben hier eigenlijk naar boven geklommen. Ja. Dan is gewoon de trap opgegaan in de Eerste Kamer. Ja, dat komt. Vanaf de tweede verdieping dit gefotografeerd. Ja, dat gaat de beveiliging van die Eerste Kamer wel wat soepeler in die tijd dan de Tweede Kamer. Ja. De Eerste Kamer, jij zet de trap op naar boven. Maar ik moest wel even met een pasje en me even melden en dat soort dingen. Toch? Dus, ja, nee, zeker. Okay. Ja, nee, dat je kan niet zomaar. Ik heb iets makkelijker praten. Ik loop er natuurlijk al langer mee, dus ze kennen mijn gezicht. Ze kennen jou en ze laten jou overal door. Ja. hier komt die volgens mij. Oh, dan moet ik wel goed mikken. Oh, dat is nog een demonstratie. Dat is eigenlijk hetzelfde stukje van het binnenhof, alleen hier wordt niet gestemd volgens mij. Die staat niet in de rij voor het stembureau. En wat het nou is geweest, het is een foto van mij, maar ik kan het me nauwelijks herinneren. Maar ik bedoel, ze liepen er. En wat ik er nou deed, weet ik ook niet meer. Maar ik heb er maar een foto van gemaakt, boven mijn hoofd. Zo vol zie je dat u weer staan. Nou. En volgens mij was het iets van, ik dacht iets van een, ik weet het niet. Het waren volgens mij allemaal mensen met een overtuigende geloofsbeleving, maar... Meestal bij demonstraties laten mensen zien waar het over gaat. Dat is wel bijzonder hier aan. Ja. Geen spandoek, helemaal niks. Ze liepen er. En ze gingen er aan de ene kant in. Je kan het zien. Aan de andere kant eruit. Zie maar, het was een bus toeristen. Nee.
Ja, hier worden ze tegengehouden. Dit is ook een demonstratie op het Binnenhof. Hier zie je iets beter waar het om gaat, maar dan heb je, ja, dit is een huisartsendemonstratie. En ze demonstreren eigenlijk tegen een te hoge werkdruk. En vandaar dat ze regeldruk, dat is het eigenlijk. Vandaar dat ze een paarse krokodillen hebben meegenomen, omdat mensen wel eens verdwalen in de regeltjes. En dat is misschien de reclame die u nog kent van de paarse krokodil. En dat eerst een paar formulieren ingevuld moeten worden. En dan, maar hij staat achter u. Ja, kom morgen maar terug, zoiets. Ja. En vandaar dat er een hoop paarse krokodillen waren. Dus ik heb hier een paarse krokodil als onderwerp genomen. Hier laten mensen dus wel zien waar het om gaat. Kijk. Nou, dit is weer een foto van mij. Ja. Dit is een foto van de allerlaatste demonstratie op het Binnenhof. Daarna is er nooit meer gedemonstreerd op het Binnenhof. Om de doodsimpele reden dat deze studenten, die jongeren, gewoon met bakstenen uit de grond de ramen ingooiden van het Tweede Kamergebouw. Ja, ik durf daar ook niet beneden te lopen, dat begrijp je. Dus vandaar deze foto, door de kapotte ramen heen. Maar het is de allerlaatste demonstratie die ooit op Binnenhof is geweest. Nee, je ziet het niet meer inderdaad. Wanneer was dit? Wanneer dat was? Eind 1988, 89. Ja, zoiets in die richting. Ja, begin jaren 90, eind 80, begin 90. Ja. Het was tegen Deetman. Ja, dat was het. Heerlijk zo'n man in de zaal. Oh, sorry. Als ik tegenwoordig bij een demonstratie loop, en zeker als het een coronademonstratie is of een stikstofdemonstratie of wat dan ook, dan komen de mensen naar me toe die zeggen, ja, waar ben je van? Wat ga je met die foto's doen? Wat sta ik herkenbaar op? Ik wil niet op de foto. En hoe was dat? Ik heb natuurlijk ook wel klappen gekregen bij verschillende demonstraties. Is dat zo, ja? Ja, ja. En waar ging dat over dan? Dat was toen Veronica opgedoekt werd. Toen werd de boel ook stevig verbouwd. Toen gingen auto's op zijn kant. En daar werd je als fotograaf, was je er niet? Dan komt er een aantal agenten op de paard en die meppen in de hond. Oh, je kreeg van een agent kreeg je een map? Ik denk het wel, ja. Ja, dus daar loop je dan tussen en die agent heeft het niet doelgericht op mij. Nee, dit was gewoon. Ja, je loopt er. Dan loopt het. Ik heb het idee dat een paar jaar terug, dat het nog niet eens zo lang geleden is, dat je als fotograaf. Ja, weet je, toen keken mensen niet echt naar je. Je was een fotograaf, er werden foto's gemaakt van die demonstratie, logisch, want er werden beelden gemaakt. En dat eigenlijk pas sinds een paar jaar. Daar wat kritischer naar gekeken wordt. Naar NOS is fake news en mensen. Eigenlijk de media wat wantrouwen. Ja, maar, dat klopt. Nee, dat is ook zo. Ik weet niet of dat. Ik heb het gevoel dat dat pas sinds een paar jaar is, maar misschien dat vroeger. Nee, werd er niet naar gevraagd. Niet, nee, dat was niet aan de orde. Kijk, het was anders. Ik heb ook wel demonstraties meegemaakt dat demonstranten niet in beeld wilden, omdat ze ook bang waren dat ze opgepakt zouden worden. Ja, en dan krijg je een beetje pepperspray in je oog of zo. Dat is dan, kijk, En dan ben je ook uitgeschakeld. Ja. Dat kwam voor, dat heb ik ook meegemaakt. Ja. Dat is wel naar hoor, pepperspray in je ogen. Dat is zo. Dat lijkt me ook, omdat ze niet meer foto willen. Maar goed, dat is eigenlijk wat ik. Eigenlijk is dat dus ook. Ja, dat was de voorloper van agressie tegen media. Ja, dat is altijd wel een beetje geweest. Het is alleen, het is nu erger, veel erger, dan dat het in mijn tijd. Ik noem mijn tijd de eerste. Zijn we top 1950. Vanaf 1970 tot midden jaren 90. Ja. Dat is dan. En wat is jouw tijd? Dat weet ik niet. Ja, ik hoop dat die nog lang duurt. Ja. Maar jouw tijd is 12 jaar geleden begonnen. 12 jaar geleden ben ik begonnen met fotograferen op het Binnenhof. Ja. En eerst voor het persbureau BFA. Ja. En later voor Novum. En ik werd overgenomen door het ANP. En sindsdien werk ik voor freelance voor het ANP. Ja. Maar goed, dus toen ik 12 jaar geleden demonstraties fotografeerde, had ik eigenlijk nooit aangesproken. Nee. Mensen, het gesprek met mensen. Ik vind het wel leuk om met mensen te praten bij demonstraties, maar het is niet dat je op een bepaalde manier, een vervelende manier bent benaderd, zeg maar. En ik merk nu dat mensen heel wantrouwend zijn als je daar met een camera loopt. Ik heb ook het idee dat het te maken heeft met social media. Ja. En dat een foto die je maakt, dat die meteen ergens op kan komen. Ja. Kijk, als jullie inderdaad benieuwd zijn, hebben jullie ook een idee hoe dat komt? Want meer journalisten. Men gaat allemaal veel sneller en doen jullie misschien ook op een andere manier verslag. Ik heb geen idee, maar speelt dat soort dingen ook nog wel op?
Nou, ik weet niet of er op een andere manier gefotografeerd wordt, dat denk ik niet. Want ik denk dat dat is niet anders. Maar wat er met die foto's gebeurt, kijk, vroeger verscheen die foto natuurlijk in een krant de volgende dag en dat was het eigenlijk wel. Misschien klopt het niet, maar en nu kan zo'n foto, die kan meteen op Twitter een soort van exploderen en die kan je altijd nog een keer terugzien en altijd nog een keer gebruikt worden. En ik denk dat mensen daar, en dat merk ik niet alleen bij demonstraties, maar ook gewoon als je aan mensen vraagt, mag ik misschien uw kind fotograferen of zo, want soms is het mooi weer of wat dan ook. En dan fotografeer je wat er aan de hand is, kinderen die in een fontein spelen of mensen die over het strand lopen. Mensen zijn heel terughoudend geworden in sowieso op beeld gaan. En dat begrijp ik ook goed. Ja. Want het kan eindeloos vaak teruggebruikt worden. Ja. Ja. Ik heb 8 jaar geleden een foto gemaakt van mijn dochter die een muntje in een spaarpot doet. Dat was voor het ANP ook. En die foto wordt nog steeds gebruikt. En inmiddels is ze 11. En in de Telegraaf-app een paar maanden geleden stond ze nog op toen ze 3 was met dat muntje in die spaarpot te doen. Dus zo'n foto is op beeldbank, het kan ook eindeloos vaak en lang gebruikt worden. En vandaar dat ik ook wel altijd heel belangrijk vind om aan mensen te vragen, toestemming te vragen of ik maar in beeld mag hebben. Ja. Afgelopen vrijdag was een tip van een collega dat er hele lange rijen stonden bij de voedselbank in Amsterdam-Oost. Dus ik ben er 's ochtends, vrijdagochtend naartoe gegaan. Inderdaad, er stonden hele lange rijen. En ik had dat op Twitter gezet. En dan krijg je sowieso hele discussies daaronder. Het is ook wel, merk ik, een hele mooie manier om dan dat zo'n foto in hun bereik krijgt. Ja. Dat je heel veel mensen kan laten zien wat er aan de hand is. Bijvoorbeeld zo'n lange rij bij de voedselbank. Maar ik stond met mensen te praten daar. En die waren ook wel heel terughoudend om in beeld te komen. Dus ik heb wel heel mijn best gedaan om onherkenbaar in beeld te brengen. Omdat ik juist weet, ja, één vrouw zei, ik ben bang dat als mijn vriendjes van mijn zoontje zien dat ik hier sta, dat mijn zoontje dan gepest wordt op school, omdat ik naar de voedselbank moet. Dus in die zin, zijn gevoelig. Kan de impact van zo'n foto op iemands privé, op iemands leven heel groot zijn? Ja, ik heb een soort gelijk ooit iets meegemaakt. Toen moest ik een foto maken van een drukke winkelstraat. En het verhaal was van gepensioneerden. Wat doen die? Ja. Die winkelen die lopen in de winkelstraat. Dus ik stond op een trapje. Ik maakte de Spuistraat. Maak ik een foto. Heel druk. Maar op de voorgrond loopt ook een 65-plusser. Een oudere man met zijn vrouw, dacht ik. Liep daar door die straat. Ja. En dan heb je de pop aan het dansen, dus dat is toch... Ja. Ja. En hij belde je op? Zo van, nee, hij belde niet. Er kwam een brief van de advocaat, want het bleek het was niet zo... Ja, ik bedoel, hij staat niet expliciet op de foto. Het is anders als je hem betrapt en vertelt wat hij doet. Ja. Ja. Maar dit was natuurlijk een algemene foto van een winkelend publiek, dus... Ja. Ja. Had geen recht voor spreken. Ze hebben toen ik begon met bij het ANP, heb ik een keer was er een grote treinuitval. En toen maakte ik een hele mooie foto van allemaal mensen die zaten of lagen een beetje in Utrecht Centraal te wachten, want er reed helemaal niks. En 2 mensen stonden zo in het midden te zoenen. En die foto stuurde ik naar de afwezigen. Ja, je kunt hem niet gebruiken. Nee. Misschien zijn die mensen, hebben helemaal geen relatie met elkaar of zo. We kunnen dat niet zomaar met 2 mensen zonder toestemming zoenen te beeld brengen. Toen was ik er een beetje boos over, maar nu denk ik, ja, ik begrijp het best. Maar je maakt dan specifieke foto's van mensen die afscheid nemen bij de trein. Er staan wat minder mensen omheen. Maar... Nou, het was geen afscheid, het was gewoon die mensen, iedereen was aan het wachten. Zij tijdens het wachten waren ze aan het zoenen. Ja. Ja, je moet iets doen tijdens het wachten. Ja. Toch, hoe dat ligt. Ja. Heb je nog iets verrassend? Ja, kijken of we nog iets... dit is de formatie van vorig jaar, ergens in de zomer. Dat is altijd een beetje een gek moment, want dan weet je, Rutte die komt eruit, dan heb je andere politici die komen er buiten, maar ze zeggen niks. Er is niks te zeggen, want morgen gaan we verder, de sfeer is goed, noem alle clichés maar op en dan gaan we weer. Daar op de achtergrond zie je Xander van der Wulp van de NOS en die was een soort programma aan het maken. En die had de bal meegenomen, want het was zoiets van, de bal ligt bij Rutte, zoiets. En dat levert wel een grappig beeld op. Hij stuitte de tennisbal naar Rutte en die liep er nog achteraan ook. Oh,
Goed, ja, zullen. Hij had hem ook nog, dus ja, ja dat zie je niet, maar ja. Ja, er gebeurt dus van alles op binnenop, dat is duidelijk. Ja, precies. Ik dacht even dat het een appeltje was. Ja, ja. Nee, ja, dat gebruik je ook vaak, een appel inderdaad, op de fiets bijvoorbeeld, of ja. Hij wordt graag gezien met een appel. Even kijken wat we proberen. Kijk. Ja, dit is ook een foto. Ik geloof uit 1998. Er was een Europese conferentie in de Ridderzaal. En buiten op het Binnenhof, want het is het Binnenhof hoor. Ja, dat zie je niet. Kan je niet zien, maar het is echt het Binnenhof. En het regende en er stonden allerlei kraampjes met flyers over Europa, weet ik wel. En toen nog koningin Beatrix, die kwam daar naar buiten uit de Ridderzaal. En het goot dus allemaal een paraplu. En daar voor de koningin, daaronder, daar stond een fotograaf. Die maakte een foto gelijktijdig op het moment dat ik een foto maakte. Toen, ja. Dat licht, het is het flitslicht van een collega fotograaf. Daar had ik morzel mee. Het was ook het laatste beeldje van mijn filmpje. Oh, echt? Het was niet digitaal. Dus dan, het was het enige beeldje. En waarvoor maakte hij deze foto? Geen idee. Ik heb hem ooit gemaakt. Ik dacht voor de Tweede Kamer zelf. Of voor de Tweede Kamer, ja. Kan ook voor de krant geweest zijn, hoor. Het is dan... Ja. Henk Mulders had hem op zijn kantoor. Dat was de voorlichter. Heel groot afgedrukt. Ja. Ja. Een lucky shot noem ik dat dan. Ja, het is dan, ja, over lucky shot gesproken. Ja. Heb ik een keer een lucky shot, heeft hij over de overtreffende trap. Ik had hem andere volgorde moeten aanhouden. Ja, andersom. Want ik heb ook... Ja. Nee hoor. Nee. Ja, nee. Mag je nog gezellig doorgaan? Ja. Ga je gang. Ja, wat zal ik erover zeggen? Ja, iedereen is hier benieuwd hoor. Ja. nou ja, het begon eigenlijk dat ik het was donderdagochtend. Het was donderdagochtend, ja. Het was donderdagochtend. 25 maart vorig jaar. En die verkenners die waren net begonnen. En die verkenners die doen dan zo'n rondje langs alle partijen. Om een beetje te inventariseren van welke kant willen jullie op? Wat vinden jullie belangrijk? En dan wordt dat zeg maar vervolgens aan een informateur gegeven. En die gaat er dan iets magisch mee doen. Het was een van de eerste dagen dat die verkenners aan de slag waren. En ze zouden om 8:45 met Rutte een afspraak hebben. En toen dacht ik van, nou ja, ik kan om 8:45 daar staan, want dan komt Rutte wel op het laatste moment. En ik dacht, laat ik iets eerder gaan, want het lijkt me wel leuk om die verkenners dan ook te fotograferen als ze samen binnenkomen of zo. Weet je? Dan zie je alleen Binnenhof en dan zie je ze nog samen naar binnen aankomen. En ik dacht, dat lijkt me wel mooi. Dus ik heb een beetje gehaast op de fiets, mijn kinderen op de fiets en in de regen. En ik snel fietsen naar Binnenhof. Het was al een beetje laat en daar. En toen kwam ik daar en toen zei een collega, hij is er al binnen. En toen dacht ik, nou, dus ik baalde eigenlijk een beetje. Ja. Ik stond eigenlijk kou in de regen, eind maart. Dus ik dacht, nou oké, dan wacht ik wel even. En, en op dat moment kwam die auto daar aanrijden en ging de deur open. En, ik dacht in eerste instantie, nou die auto die komt er aanrijden, dus het zou wel zo zijn dat er iemand uitkomt. Misschien dat ze er wel weer, dat Rutte eruit komt of zo, ik wist het gewoon niet. Ik ging naast die auto staan en toen kwam Ollengren ineens naar buiten lopen. En heb ik eigenlijk voor de zekerheid maar een foto gemaakt, omdat ik echt geen idee had waarom ze wegging. Ik dacht, misschien gaat ze iets halen en komt ze straks weer terug of zo. Ja, ik had echt geen idee wat er aan de hand was. En ik heb die foto ook helemaal niet meteen opgestuurd ofzo, want ik dacht, nou ja. Wat moet ik ermee? Ja, nee, ik wist het gewoon nog niet. En toen stond ik later met collega's te praten en toen stonden we terug te rekenen van ja, de vrijdag daarvoor was Mona Keizer, die was positief in de ministerraad, positief, corona. Dat was toen nog wat spannender. Ja, nou, toen was het nog wat spannender allemaal dan dat het nu is, zeg maar. Vijf dagen later zou je dan testen. Het hele kabinet, en dan, dit was donderdagochtend, was eigenlijk, het zou best eens kunnen dat ze dan een positieve test had. Dus toen kwam er een persbericht en toen heb ik snel de foto opgestuurd. En toen had jij toen al gezien dat er functie elders op je foto stond? Nee, totaal niet. Nee, ik had wel gezien dat er iets, ik had wel collega's ingelicht van, er is wel een papier zichtbaar. Ik heb geen idee wat erop staat, dus kijk daar even naar. En dus ik vroeg 2 uur later van, goh, hebben jullie naar gekeken? Nee, eigenlijk niet. Ik zei, oké, dan ga ik even inzoomen. Dus toen ben ik gaan inzoomen. Ik zat met fotografen in een persbuffet aan de tafel. Dus ik was druk aan het inzoomen. En een collega van me, fotograaf van de Volkskrant, Freek van den Berg, die
Die had nog net een nieuwe versie van Photoshop. Hij zei, volgens mij heb ik zo'n programma, dan kan je dat nog beter verscherpen. Dus hij heeft zijn laptop ook wel beter verscherpen. En toen zagen we, is die tekst al was staan. En toen ben ik naar de redactie van het ANP in de Tweede Kamer gerend. En heb ik het laten zien. En die hebben daar vrij snel een persalarm van gemaakt. Maar nog steeds had ik eigenlijk niet echt in de raad wat dat nou precies voor invloed had, wat er nou precies op stond. Ik had iets met omzicht. Ik dacht, nou, dat zal wel belangrijk zijn. Maar wat het nou precies echt was en wat voor effect het had, had ik eigenlijk geen idee. Tot zeg maar na dat persalarm pushberichten kwamen dat de verkenners waren opgestapt. Iedereen boos reageerde. En toen is mijn telefoon begon te rinkelen en is zeg maar een paar dagen zo doorgegaan. Alle kranten en nieuwsrubrieken en talkshows en dat soort dingen. Dat heb ik al eigenlijk een beetje afgehouden. Ja. Maar er komt nu een boek. Dat klopt inderdaad, ja. Hey. Ik ben met samen met een collega, maar dat is meer over het hele jaar. Omdat het zo'n gek jaar was, mede door deze foto natuurlijk. Dat het formatie van bijna 300 dagen was. En nou, er gebeurde wel meer, want het begin van het jaar was er ook nog een avondklok. Een lockdown, en kabinet viel, en de verkiezingen. En, dus er gebeurde nogal veel dat jaar. Dus dat komt allemaal in het boek inderdaad. En dat komt begin maart verschijnt dat. En we zijn heel druk bezig om dat toch af te ronden. En hoe heet dat boek dan? Ja, het boek heet Functie Elders. Ja. Ik had het over die uitgever over. En die zei, ja, je kan het een heel andere titel geven. Maar het is wel iets wat mensen kennen. En ja, iedereen kent die naam eigenlijk. Dus het zou ook stom zijn om een andere titel en een andere foto op de omslag te doen. Dus ja, er komt een boek dat heeft Functie Elders met deze foto. Ja. En een bietje okay. Gaat aan haar? Ja. Nou, dat lijkt me niet heel. Ik denk niet dat ze daar zit wachten. Nee. Ja. Of het pieten. Ja. Dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen, ja. Ja. Klikken we nog een keer? Ja, we gaan. Dit is nog eentje van het effect van die foto. Is dat als ik tegenwoordig aankom lopen ergens, dat mensen wel sturen. Ga je op eens met papieren? Oh, dit is die. Ja. 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 Als de tekst gelezen wordt. Ja. Ja, die belt dan aan en dan komt er zo'n vrouw uit haar raam. Ja, wat moet u? Weet je? Op zijn plat Haags dan. Maar wist je wel wie het was? Ja, dat vermoeden heb ik wel. Ja, ik denk het. Ik bedoel, we hebben het hier over begin jaren 70. Ja, ja, ja. Ik denk, het was ook. De PvdA werd de grootste partij in die jaren, in 1977. Zeg ik het goed, Koen? Als ik het ja, ja. Ja. Dus er waren onderhandelingen, met Van Agt om weer opnieuw te regeren. Ja. Maar die waren heel moeizaam, want Van Agt en de Uil, dat lag elkaar niet heel erg lekker. Het is dan, totdat ze natuurlijk in de bistro kennen met Wiegel, ging Van Agt even wat eten. Ja. Dat is geen foto van mij, maar die is van Theo Meijer. Dat is een collega waar ik toen mee samenwerkte. We hadden samen een bureau. En Theo maakte die foto van Wiegel en Van Agt. En die maakte die op woensdagavond na een tip van Wiegel zelf, hoor. Dus ja. Die Wiegel zelf heeft ja. Want hij werkte op een gegeven moment ook wel vaak voor de VVD. Ja, ja. Ja, Theo was huisfotograaf van de VVD. Het maar ook voor de krant. En ook voor de krant. Ja, ja. Ja, dat liep dan vaak via mij. Hij moest die opdracht, hij stuurde die foto naar het Vrije Volk, want er was een journalist van het Vrije Volk die er ook in het complot zat. Alleen het Vrije Volk zag er niet zoveel in die foto. Ja, wat moeten we daarmee? Die twee mannen zitten daar. Totdat natuurlijk een dag daarna. Dat was een stagiair die wist niet wat je erin voorstelt. Wie het was, weet ik niet. Maar de dag daarna werd bekend dat die mannen dus een kabinet. Een coup hadden gepleegd. Ja, het is dat. En dat in december. Gebruikt, ja. En in december was dat al rond. En in januari stonden de heren op het bordes. Dat ging wat sneller dan 300 dagen. Ja. Ik zeg het allemaal goed, hè, Koen? Het is de volgorde ongeveer. Het ging wel wat sneller, maar niet echt snel. Niet echt snel. De verkiezingen waren natuurlijk al in mei geweest. Ja, maar ze waren in december. Ja. We zijn toen 9 maanden vrij geweest. Ja, heel vrij geweest. Maar die foto die werd dus. Van Wiegel en Van Agt? Wanneer die gemaakt werd in dat jaar? 17 november. Oh, dat weet je, dus dat was wel. Die werd op 17 november gemaakt. Ja. En dat kabinet, het akkoord, de partijen moeten daar nog mee akkoord gaan met het voorstel. En dat was in december was dat rond. En dan moet je dus een kabinet samenstellen en in januari op het bordes. Dus dan
Exact, dat was 26, 30 januari in die richting. Hoe werkte dat? Want dit was dus een tip voor Wiegel. Die belde waarschijnlijk de fotograaf en die zei, kreeg je vaak tips op die manier? Ik niet. Nee, nee? Ik heb ze niet. Nee. Dus die belde die een call wel of die tegen Wiegel wilde. Ja, dat kan ook nog. Ja, het is dat, Ja, Henk zat toen ook bij de VVD natuurlijk. Die was voorlichter. Ja. Dus dan, Henk... ik heb nog een foto van de voorloper van 50PLUS. Ja, die komt er zo uit. Die komt er ook aan. Dit is ook even een campagne, want ik dacht even een moderne campagnefoto om daarnaast te zetten. Want dit was namelijk de campagne van begin vorig jaar, van de Tweede Kamerverkiezingen. Want politici gingen eigenlijk niet het land in om voor zaaltjes te spreken, of langs de deuren ook niet, al helemaal niet bij mensen. Maar dat was op deze manier gedaan. Dus dat werd... zaten politici voor een webcam, voor een camera met dit partijkantoor van de VVD. Okay. En dan sprak hij daar met studenten of met leden of met zijn achterban. Ja. En dit was de manier waarop campagne gevoerd werd. Een moderne versie, ja. Wat afstandelijker, hè? Ja, heel afstandelijk. Die aanbelt en... dat zo'n vrouw vraagt, wat moet u? Volgens mij vonden ze het echt verschrikkelijk om het op deze manier te doen, want dat is natuurlijk veel beter om gewoon echt contact met mensen te hebben. Ja, ik heb wel eens SP'ers gefotografeerd, die stonden dan tomatensoep uit te schenken op de markt. Weet je, dat is dan flyeren. Dat is dan, rozen uitdelen inderdaad. Rozen, ja. Dit was, ik weet niet of die slavernijafbeelding hierop staat. Dit is hem, ja. Aan de andere kant. Aan de andere kant staat. Goed weg. Het is dan. Dit was na afloop van Prinsjesdag. En dat was diezelfde rode jurk als op die foto, geloof het wel. Ja, het is gelijk. Oh, dat is hetzelfde jaar geweest. Ja, die heb ik binnengemaakt. En daarna ben ik naar buiten gegaan. Ik had toen het voordeel dat ik voor de organisatie van Prinsjesdag moest fotograferen. Dat is de Eerste Kamer. Ja. En daar heb ik wat meer privileges. Ja, hier kan je niet zomaar staan. Nee, precies. Ja. Nee, hier niet, maar daar ook niet. Nee. En over daar staan gesproken. Ik vertelde het net ook al. Begin jaren 90 had je voor het eerst die mobiele telefoons. Die grote bananen. En die kon je niet op stil zetten of wat dan ook. En die zit dan in je tas of in je jas ergens. En ik stond altijd in het midden van de ridderzaal om even een foto te maken. Maar ik kon er niet lang blijven staan, maar je kan even een foto maken. Dus ik stond te wachten tot de koning binnenkwam. Beatrix binnenkwam. Ik moet het goed zeggen, begin jaren 90 was de koningin nog. En het wordt doodstil in de ridderzaal. Je kon een speld horen vallen. Want de koning kon ieder moment binnenkomen. En dan gaat mijn telefoon. Een luid gerinkel. Ja, dat is niet fijn hoor. Dat is dan, nu word je de zaal uitgezet als dat gebeurt natuurlijk. En je wordt niet meer uitgelachen. Toen kon iedereen er nog een beetje om lachen. En jarenlang heb ik te horen gekregen als weer Prinsjesdag was, staat je telefoon uit. Langzaam is dat weggestorven. Hij zou ook weer nog binnen... Rutte die terugloopt naar het ministerie na het 1 april debat. Dit was om 3:15 s'nachts. Ja, of 4:15 s'nachts volgens mij. 4:15, dat was na dat debat. En toen had hij het eigenlijk overleefd. En heel veel mensen dachten s'middags van hij gaat het nooit... zeker toen hij zei, ik heb daar geen actieve herinneringen aan. Nee. Dachten mensen, dat gaat hij niet overleven. Dit is gewoon te gek, heeft hij het gemaakt. Maar dit is 4:15 s'nachts, hij heeft het debat overleefd. En een motie van afkeuring, maar geen motie van wantrouwen. En hier loopt hij terug. Ah, mooi. Kijk. Ja. Nou, dan vraag je natuurlijk allemaal af, wat is dit nou? Dit is Jet Nijpels. En er waren verkiezingen. En Jet dacht, ik ga de 50PLUS of de senioren plus. Senioren. En Jet had bedacht, al die senioren overwinteren in Spanje, die zitten in Marbella, ik ga daar flyeren. Dit is de enige toerist die ze tegenkwam en het was nog een Engelsman ook. Al die Nederlandse overwinteraars, die waren lang naar huis. Het was in maart, begin maart ergens, dus die waren weg. En die Engelsman dacht, heeft die vrouw toch godsnaam over? Het is dan, ze kwam werkelijk geen Nederlander tegen. Maar waarom was er speciaal daarvoor daar naartoe gegaan? Ja. Omdat het een campagne was. Ja, het is campagne. En jij was meegereisd? Ja.
Ja, ik niet alleen hoor, nog een RTL-ploeg. Ja. En Roel Rozengeurt. En we gingen daarheen. We hadden daar een prachtig hotel en we gingen met Jet flyeren op, in Marbella. Er waren geen Nederlanders. Ja. Geen succes. Nee, nee. Ja. Ja, dit is Rutte die op bezoek is in Nieuw-Zeeland. En 3 jaar geleden. En, dat is niet het middel. Dus nee, dit is niet de vraag. Ik dacht, we hebben allebei een uitstapje naar buitenland. Dit is niet het middel, inderdaad. Maar, dit is geen, hij is niet campagne aan het voeren hier, ook niet aan het flyen. Dit is ook iets in achterbal, maar dit is een soort welkomstceremonie. Ja. Normaal hoor je niet op het strand. Oh, dit is Jet nog op het strand. Ja. Heel eenzaam. Ja. Of zo triest hoor. Maar toch deed ze het, terwijl ze ook zag, ze ging er wel mee door. Nee, ik heb nog een foto in een zaaltje en daar zitten 6-7 mensen. Het is dan, ja, dat zaaltje was ongeveer net zo groot als waar we nu zitten. Ja. Maar dat was ook geen succes. Dus. Maar ging ze gewoon een dakker door? Deed ze nee, zo nee. Op een gegeven moment is het afgelast en was het afgelopen en toen zijn we maar gestopt. Dat ze het beter in Nederland kunnen betalen. Ja. En hoe was de uitslag van die partij? Nou, dat, dat weet ik niet meer. Nee. Ja, ze is wel in de Tweede Kamer gekomen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, dat was nog vrij groot. Om te beginnen, maandag waren er nog 4, toen 3, toen 2, toen 1. Het begin was goed. Ja, dit was een beetje sneeuw. Ja. Ja. Ja, ik ben nacht en ontij liep. Dit, oh nee, dat is ook wel een verhaal. Je kan dit alleen maar goed fotograferen, zoals het Binnenhof ook, als je dat zondagmorgen als gesneeld heeft in de nacht van zaterdag op zondag. Ja. En dan moet je zondagochtend vroeg moet je naar Den Haag gaan om dit te kunnen fotograferen. Dat er nog niemand gelopen heeft. Dat er nog niemand op het ijs is geweest. En nog niemand op het ijs, dat er niemand geweest is. Het is dan, maar dat geluk heb je maar eens in de 20 jaar zo'n beetje. Dat is dan, ik heb het 2 keer meegemaakt. Nou, ik heb het vorig jaar, begin vorig jaar al meegemaakt. Oh, ja, van... En toen gingen mensen heel dapper, want er ligt ijs, dan gaan Nederland springen op het ijs. Ja. Maar smiddags de zon scheen, smiddags begon het een klein beetje te dooien. En toen konden mensen het eigenlijk niet zo goed meer zo af. Want zij had er als een ijsbank gesmolten. Dus iedereen zakte zo door het ijs heen. En toen moesten mensen van de brandweer op het eilandje, dit is een eilandje, de opvijver is op het eilandje gaan staan. En werden ze eigenlijk de vlag gered door de brandweer. Dus ik vond het wel een heel Hollands tafereel. Dus, mensen die zo graag willen gaan schaatsen en dan eigenlijk is het te vroeg. Dit waren ze, Hans. Dit waren ze. Dit waren ze, ja. Maar we hebben nog ruimte. We hebben nog ruimte voor wat vragen. Ja, zeker weten. Ja, ja. Het is niet allemaal tegelijk. Nee. Niet allemaal tegelijk. Dan, ik heb wel een vraag. Ja, gelukkig. Als politiek fotograaf doe je natuurlijk ieder jaar Prinsjesdag. En dat is eigenlijk ieder jaar hetzelfde. Ja. Bedenk je dan van tevoren je invalshoek? Of hoop je gewoon dat er iets gebeurt waar je toevallig bij gaat? Ja, dat is heel moeilijk. Want je wordt altijd ergens neergezet. Ja. Ik heb het privilege dat ik overal mag lopen. Maar Bart wordt ergens neergezet op een prak, noemen we dat. En van daaruit mag je fotograferen. Dus je hebt weinig kans. Ik heb het 52 keer kunnen fotograferen. Maar ik had het geluk dat ik altijd voor de club fotografeerde die het organiseerde. Die me graag... 52 keer Prinsjesdag fotografeerde? Ja. Serieus? Ja. Oh, wow. Ja. Ja, nog 40 jaar, we gaan maar. Ja, het is altijd zo druk met Prinsjesdag inderdaad, dat ze pers. Anders is het gewoon, wordt het een beetje chaos. Ja. Maar ik probeer me altijd een beetje ver van te houden, omdat er zijn collega's die willen heel graag iedereen in de zaal fotograferen. Bij het ANP sturen ze soms wel 10 fotografen en iedereen heeft een beetje zijn eigen plekje. En ik loop er altijd achter de minister van Financiën aan met koffertjes, dus op een gegeven moment, 's ochtends. En ik vind het ook prima, ik hoef het niet in een persvak op het Binnenhof, want daar heb ik eigenlijk een hekel aan. Maar als ik achter die minister aanloop met het koffertje, dan heb je wat meer vrijheid. En dit jaar was het ook nog zo dat, dat er wat demonstratie verwacht werd langs de route. En toen stond ik bij de Raad van State op de Kneuterdijk, in die bocht. We hadden ook een tip gekregen dat prinses Beatrix van achter het raam zou zwaaien. Normaal doet ze dat bij het kabinet van de koning. Maar nu was de route anders, omdat het natuurlijk niet op het Binnenhof was, maar in die Schouwburg. En vandaar dat
dat ik bij die op die plek ook was gaan staan. En toen heb ik wel een foto gemaakt met zwaaiende prinses Beatrix. Nou, ze keek een beetje bezorgd eerlijk gezegd. En dan liep er daarvoor mensen met omgekeerde vlaggen. En in die omgekeerde vlaggen stond fuck Rutte. Je ziet prinses Beatrix die kijkt naar een vlag met fuck Rutte. Ja. Dus je hebt weinig keuze, Prinsjesdag. Je wordt ergens neergezet. Het is dan, je hebt niet de vrijheid van handelen. Je kan het wel van tevoren bedenken. Ik wil zo'n foto maken, maar die kans krijg je nooit. Je wordt ergens neergezet. Je moet vlak van tevoren aangemeld zijn. Ja, je moet aangemeld zijn. Heb je een accreditatie, dan mag je bij het paleis staan. Ja. Bij de zwaaie scène, zeg maar. Of in de ridderzaal ergens. En je mag niet lopen. Nee, je kan niet heen en weer. Nee, het is ook afgesloten allemaal. Ja. Ja. Dus dat heeft wel beperkingen. Sorry, Eelco. Eerst even achter jou. Hebben jullie ook nog inspiratiebronnen qua fotografen? Of werkt dat altijd? Nee, zeker. Nee. En voor mij is dat ook heel erg. Ik verzamel heel veel fotoboeken. En zijn er ook fotoboeken van collega's van wel eer. En dat vind ik geweldig om naar te kijken. Ik heb. Er zijn niet zo heel erg eindeloos veel politieke fotoboeken, maar van Dolf Toussaint bijvoorbeeld heb ik heel mooie fotoboeken. Dat is echt hartstikke leuk om te zien. Ja. Soms denk ik, weet niet waar, Hannick, Katje Bresson, dat moment pakken. Absoluut, nee, dat is ook een geweldige fotograaf inderdaad. En er is in Nederland ook echt een hele traditie fotografen. Ik heb echt een hele kast vol met fotoboeken van Nederlandse fotografen. Dus dat is echt wel een inspiratie voor mij. Maar ook op op Instagram kan je fotografen van over de hele wereld volgen. En ik volg ook politieke fotografen van over de hele wereld. En dat vind ik ook mooi om te zien. Want je hebt bijvoorbeeld in Amerika echt ontzettend goede fotografen. Die hebben wat minder bewegingsvrijheid. Want wij hebben het over een persvak, zeg maar op Prinsjesdag. Ze hebben daar eigenlijk altijd een persvak. En dan heb je verschillende plekken waar je in een persvak kan staan. Ja, ik ben wel eens bang dat het in Nederland ook een beetje die kant op gaat. Want in Nederland zie je nu nog mensen op de fiets komen of iets aankomen lopen. Maar dat is ook wel minder geworden. Want eerst kan bijvoorbeeld Rutte heel vaak aanfietsen. En dat zie je niet meer. En dat is wel hoe hij zich het liefst voortbeweegt, volgens mij. Politiek in andere landen is vaak. Dan gaat een auto door een hek en dat is het. En daar staat ergens een groep fotografen in een persvak. Maar om weer terug te komen bij die fotografen, ik volg bijvoorbeeld de persoonlijke fotograaf van Macron. Dat is een ontzettend goede fotograaf. Die heb ik ook een aantal keer gezien als Macron alweer hier is, of Rutte gaat daarheen. Fotograaf van president, van bondskanselier, van president van Amerika. En dat is ontzettend leuk om dat te zien. Dat zijn mijn inspiratiebronnen. Het leuke was, Macron die zag het torentje van Rutte en vroeg aan Rutte, is dit? Is dit? Want Macron heeft een werkkamer ongeveer 4 keer zo groot als dit zaaltje. En het is 10 minuten lopen voordat je bij hem bent. Wij spreken dus. En als je bij Rutte in het torentje wil komen, dan kom je voor een voorkamertje waar een tafel in staat, waar je langs moet wringen en de deur open. En dan kom je in het torentje. Dat is een doorgangetje die zo smal. Dat is ook wel een verschil tussen Nederland en Frankrijk natuurlijk. Dat de Franse president, dat is eigenlijk een soort koning. Ja. En in Nederland moet je maar een beetje gewoon zijn, want je kan niet. Daarom heeft een Nederlandse premier volgens mij nooit een persoonlijke fotograaf gehad. Als je in welk willekeurig land dan komt, je weet het, hè, als mensen bijvoorbeeld premiers uit andere landen komen, nemen ze altijd een hele cameraploeg mee en fotografen nemen ze mee. Maar in Nederland doen ze dat niet, omdat je moet toch een beetje, als je dan een soort gevolg hebt als premier, als Nederlandse premier met een cameraploeg en met een fotograaf, dat past niet helemaal. Je moet een beetje gewoon zijn. Maar Rutte kon tegen Macron wel zeggen, ik heb uitzicht op een vijver. Dat had maar kunnen. En wat Rutte dan ook deed, dat is dan hier in dit straatje, één straatje verder, tegenover zit een klein restaurantje, een Frans tentje, Le Deux heet dat. En dan gaat Rutte daar lunchen met Macron. In zijn tentje. Dus geen gala-diner en weet ik veel wat, zoals ze dat in Frankrijk dan doen. Ja. Nee, gewoon, ik noem het maar de snackbar. Het grappige is, ik heb daar een foto van gemaakt inderdaad, van Rutte en Macron die daar samen zitten te eten. En toen nodigde Macron Rutte uit om in zijn favoriete restaurant in Parijs te komen eten. Okay. En daar ben ik ook geweest. Okay. Dus die zaten er eigenlijk tussen de mensen, zeg maar, tussen het gewone publiek ook te eten. Ja. 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 Dat is leuk. Ilko, je had ook een vraag. Gebruiken jullie altijd dezelfde camera?
Of heb je ook wel eens een kleinbeeldcamera bij? Alleen maar kleinbeeld. Ja, het is kleinbeeld inderdaad. Ja, ik gebruik altijd dezelfde camera. Ja. En ik ben wel overgestapt een paar jaar geleden op een ander merk, maar daar ben ik nu wel overheen. Ja. Ja, vraag je ook nog in zwart-wit gevonden? Ja, ja. Waar ben je op kleur over gegaan? Midden jaren 90. Ja, en toen ging ik ook zelf kleur ontwikkelen en afdrukken. Dat is dan, toen moest ook nog afdrukken. Maar daarvoor wilde de krant het volgens mij ook niet hebben, denk ik. Nee, daarvoor wilde de krant het niet hebben. Het was voor de kranten gewoon te duur om in kleur te drukken. Het is dan... Ja, ik heb tot 1990 in zwart-wit gefotografeerd. Digitaal? Dat is geweest in 1998. Oh, daar was je er wel snel bij, ja. Volgens mij. Ja, ja, ja. 30.000 gulden voor een camera. Ja. Ja. Daar kwam zo'n foto uit. Ja, 1,2 mb. Dat was het hoogste haalbare uit die camera. Die kostte 30.000 gulden. Maar was dat voor jou, had dat meteen een voordeel voor jou, die digitale fotografie? Jawel, ja, ja. Dat trekt toch wel klanten. Je kan heel snel versturen. Via modem, weet je wat. Ja, ja. Dus je kon, dan kon je het meteen... Ja. Hoefde je niet naar de conducteur te gaan? Nee, de conducteur was uit buiten beeld. Ja. En ik heb toen wel veel fotografen over me heen gehad. Die zeiden, ja, maar je bent oneerlijke concurrent. En dat is veel te duur en dat is niet eerlijk. Ja, dat krijg je dan. Maar ja, ik zei, ja, dan moet je er zelf ook in kopen. Maar die fotografen, die vonden het was ook veel geld natuurlijk. Ja, zeker. Ja. En die wilden dat de krant zo'n camera kocht. Ja, de krant dacht van, we krijgen die foto's wel, ook zonder jou. Dus ja. En dan was je gewoon allemaal verplicht om zo'n dure camera te kopen. Ja. Ja. Ja, wilde je overleven. En het waren slechte camera's. Was het een slechte camera? Ja, als je het met nu weghaalt natuurlijk. Maar... Je telefoon vandaag de dag, die maakt 10 keer beter, veel betere foto's. Het is dan... Ja, en telefoonfoto's zijn vandaag de dag gewoon goed. Het is heel goed bruikbaar, ook voor de krant. Zeker, het is dan, ja. Maar fotografeer je ook nog wel analoog, dus met een... Nou, nee. Ik wel, ik fotografeer nog steeds. Ik fotografeer ook. Ja. Alleen dat doe ik niet. Ik fotografeer weer de kinderen, zeg maar. Maar dan moet je weer op de foto. Dan maak ik portretten en heb ik een oude 4x5 ietsje camera met van die grote negatieven erin. En dan soms moet ik ze wel opkopen om op de foto te gaan, want daar hebben ze echt geen zin in. Maar, nee, dus dat, ik doe het thuis ben ik wel analoog aan het fotograferen. Druk je ze ook zelf af of laat je dat? Nou, wat ik doe is ik ontwikkel die film, maar dan scan ik het in. Dus het is een beetje vals. Ja. Dus ik heb tien beelden. En waarom fotografeer je dan analoog? Wat trek je daarin aan? Nou ja, ik vind het heel mooi. En ik vind, als ik aan het werk ben, dan gaat het allemaal heel snel. Dus dan ben ik op zo'n dag, stuur ik misschien wel 100 foto's naar het ANP. Dat zijn er gigantisch veel, maar dat is helemaal niet uitzonderlijk dat ik maar 100 foto's naar het ANP stuur. En dan ben ik een beetje aan het rennen en aan het doen. En dan, vind ik het ook fijn om wel eens daarmee bezig te zijn, maar op een hele rustige manier. Dat je gewoon een portret maakt, maar dan maak je er maar één. En dat vind ik op die manier vind ik het mooi om daarmee bezig te zijn. Vind je de beeldkwaliteit beter van een analoge foto? Dat is wel heel erg goed hoor, want zeker bij die 4x5 inch negatieve, dat is eigenlijk wel een betere kwaliteit dan met mijn digitale camera, zeker. Ja. En je maakt ook maar één foto, dat vind ik het mooie. Want die moderne digitale camera's, die maken 20 foto's per seconde. Nou, er zijn er die 30 inderdaad. Die 30. Ja, en we hebben regelmatig collega's naast ons staan die dan de machine starten. Ja. Zo, en dan gaan er 100 foto's binnen een paar seconden door. En dan is het naderhand zoeken op je laptop van wat is het goede beeld. Ja. Terwijl als je analoog fotografeert, concentreer je je op wat het moet worden. En dan druk je, that's it. Nou is het wel het voordeel dat je dat geratel niet meer hoort. Omdat tegenwoordig die camera's allemaal wat stil zijn. Omdat er geen spiegel reflexcamera's meer zijn. Dus dan hoor je gewoon niets. Je hoort niks. Nee. Dus dat is wel goed. Nog meer vragen? Oh, ja. Nog één vraag. Ja, natuurlijk. Ga vragen. Ja, dat ligt eraan. Als ik boven me fotografeer, vind ik het handig als het kan kantelen. Maar verder kijk ik wel door de zoeker. Dus dan, jij kijkt ook door de zoeker, zeker? Ja, maar ik kijk wel vaak op een beeldje, omdat ik het wel mooi vind om gewoon lage standpunten te kiezen. Ja. En dan vind ik het handig dat je dan niet helemaal door je knieën te gaan of zo. Dan heb je gewoon dat dingetje, dat schermpje. Ja, het hangt er vanaf wat je fotografeert. Of je door de zoeker kijkt of op het schermpje. Dat is dan... Wat zit hij daar te lachen? Nee, wij geloven jullie. Dat denk ik erom, ik laat je de zaal uitzetten. Hou aan je lippen. Nog vragen? Ja? Nog iemand?
Niemand meer? Zullen we dan afsluiten? Ja. Nou, dan was dit het. Het is, je kunt allemaal...